In Gebouw De Mulder in de Venraaise wijk Veltum zijn 40 zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Op elke etage zijn 10 appartementen. Ook echtparen kunnen hier wonen. Elk zorgappartement heeft een woonkamer met open keuken, een berging, grote slaapkamer en een eigen badkamer. Alle appartementen hebben een fijn balkon. In het Dennenbos, de ontmoetingsruimte op de begane grond, organiseren de welzijnsmedewerkers van de zorggroep elke dag diverse activiteiten voor de bewoners. Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, maar ook individuele. Er is veel aandacht voor bewegen. In De Mulder is een samenwerking met Dichterbij en wijkontmoetingscentrum Het Schupke. Een ontmoetingsplek en steunpunt in en voor de wijk Veltum. Hier kunnen bewoners en wijkbewoners terecht voor ontspanningsactiviteiten, zoals kaarten, biljarten of een muziekmiddag. In het hart van het wijkcentrum ligt het Grand Café. Dat is een gezellige plek voor een kopje koffie, een praatje of voor de warme maaltijd. Cliënten van Dichterbij zorgen ervoor dat alle tafels netjes zijn gedekt. In De Mulder woon je zo zelfstandig mogelijk, met 24 uur ondersteuning van het kleine team met vaste zorgmedewerkers van de zorggroep. De bewoners geven samen met familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers invulling aan het leven in De Mulder.